Yigala doet al 21 jaar aan judo. Als klein jongetje reed hij zijn neef achterna en belandde toen bij een judoclub. Hierna keek Yigala niet terug. Hij is zijn hele carrière verbonden geweest aan Club Kaizen. Kaizen, het Japanse woord voor vooruitgang, past meer dan goed bij Yigala. Hij is een van de 20 judoka's die door de Internationale Judobond in samenwerking met het IOC is uitgekozen om deel te nemen aan de Olympische Spelen. Deze plekken worden toegereikt aan judoka's die niet gekwalificeerd zijn, maar door hun indrukwekkende cv toch thuishoren op de Olympische Spelen. Een uniek moment voor Yigala in zijn carrière. Ik moet deze cliché vraag stellen. Wat betekent het voor je om naar de Olympische Spelen te gaan? Dat was een van mijn dromen, om naar de Olympische Spelen te gaan. Dus zijn droom is werkelijkheid geworden. Kijk, in principe de Olympische Spelen, met uitzondering van misschien voetbal en basketbal, is het het ultieme dat je kan behalen als sporter. Ben je daarvan bewust en wat voel je daarmee? Als 9-jarig jongetje heb ik dat altijd gewild, omdat erover gesproken wordt en het is natuurlijk het grootste sportevenement op de wereld. Er is geen groter sportevenement, dus ja, het is een droom die uitkomt om daar op de mat te kunnen staan. Een haal die vol is met mensen, dus ja, ik vind het geweldig. Kopinski heeft vele hoogtepunten gekend in zijn carrière. Hij is heel lang een nationaal kampioen geweest, maar één moment is heel speciaal voor hem. Ik heb verschillende gehad, maar wat ik toch het meeste waarde geef, is het feit dat ik onder 33 heb gestaan op de wereldranglijst. Na de Olympische Spelen toe heeft Yigala een redelijk vol schema. Per week traint hij 5 keer judo, dat onderverdeeld wordt in technische trainingen en wedstrijdtrainingen. Oké, we zijn eigenlijk nu al aan het afbouwen, dus ik zou zeggen dat het maximaal 2 keer per dag training is. Los van de fysieke training is er ook mentale training, maar dat gaat juist gaan toenemen nu. Hij zal uitkomen in de klasse onder 66, een klasse waar heel veel techniek voor nodig is. Maar los van 5 keer per week judo trainen, is er wat meer nodig. Het is niet alleen technisch, judo moet je kracht hebben. Uithouding en dit soort trainingen geven sowieso een voordeel wat dat betreft kracht en uithouding. Deze kracht- en uithoudingstrainingen doet Yigala in het trainingscentrum van Boeroeswing, waar in samenwerking met het SOC gelet wordt op specifiek het fysiek gedeelte van het gevecht. Bastiaan de Boer heeft de taak om Yigala fysiek ready te krijgen voor de Olympische Spelen. Waar wij naar kijken is eigenlijk, oké, waar zitten nog de lastigheidjes, waar zitten de tekortkomingen, welke tekortkomingen zou je eventueel nog invloed op kunnen hebben in zo'n korte tijd, want dat is natuurlijk altijd de vraag. En het belangrijkste waar we mee bezig zijn geweest, wat een beetje anders is dan hij gewend was, was het, ik noem het altijd het gek maken van het zenuwstelsel. Gekke dingen doen waarbij hij denkt van, ja maar ik doe het altijd zo, dan gaan we het nu zo doen. Gewoon om snelheid in dat zenuwstelsel, snelheid in reflexen, snelheid in handelen te verbeteren. En dat is redelijk goed gelukt. Ja, wat is het grote verschil met deze training en zijn judo-training? Geen contact. Wij proberen eigenlijk voorbereidend te zijn. Eigenlijk alle onderdelen die bij judo belangrijk zijn, halen wij eruit, maken we groter, maken hem daar beter in en dan stop je het eigenlijk weer terug in de judo. Dat is eigenlijk wat de strength and conditioning training op dit moment inhoudt. En wij zijn denk ik wat meer met verfijnen bezig geweest dan hij tot nu toe deed zelf in zijn gymtraining. Wat erg gericht was op gewoon de klassieke krachttraining. En wij doen wat meer wat andere spelletjes tussen aanhalingstekens erbij, wat andere prikkels om dat met name op zenuwstelselniveau en op recovery niveau ook goed in de gaten te houden. Wat vind je van deze manier van trainen? Zwaar in ieder geval, maar het geeft je sowieso spierconditie wat op de judomat uitgezet kan worden in langere wedstrijden te kunnen draaien. Ik merk het meer met reflex, maar ook natuurlijk de uithouding om judo-wedstrijden uit te houden. Dat is sowieso vooruit gegaan.
Voor een van onze beste judoka's van de afgelopen jaren is de Olympische Spelen een bekroning van een goede judo-carrière. Een ervaring waar je Gal als een hele carrière op wacht. Tot slot, wat verwacht je van, van de Olympische Spelen? Mijn beste ervaring ooit. Ik wil geen verwachtingen gaan opwekken. Ik ben natuurlijk niet de favoriet. Maar het is de laatste keer dat ik op een mat kom en ik zal mijn uiterste best doen en ik ga ervoor. Het is leven op dood. Zo de laatste keer dat je op een mat uitkomt? Na de Olympische Spelen treed ik niet meer op als judovechter. Het is afsluiting van mijn gevechtscarrière. Oké, vanwaar die stap? Ik ben 30 jaar oud. De slijtage op mijn lichaam is groot. Ik heb 21 jaar lang dit gedaan en ik denk dat het voldoende is. Je moet stoppen als je aan top bent en niet wanneer je begint te droppen. In die 21 jaar ben ik altijd nationaal kampioen geweest en daarop wil ik het ook houden. Wat is je doelstelling gaande naar deze Olympische Spelen qua prestatie? Ik wil niet praten over doelstelling, maar zoals ik aangaf, een droom was de Olympische Spelen, naar de Olympische Spelen gaan en een andere droom was medaille daar te halen. Dus is je doelstelling een medaille halen? Ik hou het op een droom en de droom moet nog omgezet worden naar een doel. En daarmee met die mentale voorbereiding ben ik nog bezig. Want ik stel deze vraag om een reden. Ik noem maar een hypothese. Stel je voor, je komt in de 8e finale of je komt zelfs verder. Je gaat richting een medaille. Stop je dan nog steeds als judoka? De reden zal alleen maar groter zijn dat als ik een medaille haal om te stoppen. Zoals ik het eerder zei, je moet stoppen als je aan top bent.